Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto van donderdag 27 oktober zien we overwegend veel wolkenpartijen op veel plaatsen in Europa. Alleen de Alpen liggen er mooi bij, je kunt dat heel goed zien. En ook in Denemarken is weinig bewolking aanwezig. Wij hadden te maken met flinke wolkenpartijen, maar nu en dan kwam de zon er ook bij en het bleef ook het meest droog. Het weer op veel plaatsen in Europa wordt bepaald door een hoge drukgebied. Het ligt boven het noorden van Frankrijk en het zorgt voor rustige condities boven Frankrijk en de Alpenlanden. In onze omgeving komt er een zwakke storing voorbij en die zorgt voor morgen voor veel bewolking en soms wat lichte regen of motregen. Vandaag was het veelal droog en de temperatuur lag in de middag tussen de 12 en 13 graden op veel plaatsen in het binnenland. Langs de kust was het een stuk zachter met 15 of 16 graden. Vanavond ligt de temperatuur tussen de 11 en de 12 graden, waait er een matige tot vrij krachtige zuidwestelijke wind en zien we overwegend veel wolken, maar het blijft meest droog. Vannacht hebben we ook overwegend droge condities en daalt de temperatuur niet verder dan 8 graden in Limburg tot zo'n 12 graden vlak aan zee. En morgen overwegend veel bewolking en mogelijk wat lichte regen of motregen voor het noordoosten en oosten van het land. En met een middagtemperatuur van 15 graden en niet al te veel wind vanuit het zuidwesten is het opnieuw aan de zachte kant. Later op de dag klaart het van het noordwesten uit op en breekt misschien even de zon door. Op zaterdag en zondag overwegend veel wolkenpartijen. In de nacht en vroege ochtend is kans op mist. 'S middags is er een beetje ruimte voor de zon, maar veel zal dat niet voorstellen. En het wordt zaterdag 15 graden en zondag 13 graden. Maandag krijgt de zon iets meer ruimte en ligt de temperatuur rond de normale waarde van 13 graden. En als we dan kijken naar de temperatuurverdeling voor de komende 15 dagen, dan zien we dat we dus de komende dagen te maken hebben met temperaturen van 15 graden. Maar na het weekend gaat het kwik geleidelijk aan omlaag en komt het kwik rond de 10 graden overdag te liggen en de nachten worden een stuk kouder. Ik ben Diane Boei van Weerplaza.nl.